Wij lullen altijd dwars door de linie. Straks napraten. Ja, we lullen altijd gewoon dwars door de linie. Dat is onderdeel van het concept. En dan zegt hij, nu moet je je mond houden. Want ja, hou je mond steken, want we zijn begonnen. Oh, we zijn goedenavond allemaal. Je kijkt natuurlijk naar topnames van Fast Moving Targets. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab. Terras is Anatoly Babic. Anatoly, jij bent van Size Sports. Wat doen jullie? In het kort, wat wij doen is data-analyse in de voetbalwereld. Eigenlijk is heel simpel begonnen. We wilden op een hele data-gedreven manier voetbalclubs helpen bij het zoeken van spelers. Dus wat we hebben gedaan is we hebben heel veel data verzameld. Daaromheen wiskundige modellen gebouwd die de kwaliteit van voetbalspelers bepalen. En spelerskarakteristieken identificeren. Dan gaan we naar een club en vragen van, ja, wat voor spelers zoeken jullie nou eigenlijk? En als daar een duidelijk genoeg zoekopdracht uitkomt, dan passen we die zoekopdracht toe in onze dataset. En rollen daar meestal nog onbekende spelers uit die vervolgens door de club nader worden bekeken. Ja, wat geef eens aan, wat zit in een profiel van een voetballer? Wat zit daar dan in? Wat voor data hebben jullie daar aan? Wat hebben jullie dan? Dus data is er in verschillende granulariteiten, dus hoe diep het gaat. Voor een hele grote groep spelers hebben we alleen maar hele simpele data. En dan weten we dus wie er heeft gespeeld binnen een wedstrijd, hoeveel doelpunten zijn gemaakt en of er gele rode kaarten zijn. En daarmee kunnen we al een aanvals- en een verdedigingssterkte bepalen van spelers. Maar als je gaat kijken naar hogere segmenten van voetbalspelers, dus als je kijkt naar Eredivisie of Premier League, dan wordt er veel meer bijgehouden, zoals schoten of passes, wie naar wie paast, van waar naar waar. En dan kunnen we echt diepere analyses gaan toepassen, waarbij we bijvoorbeeld de kwaliteit van passes gaan beoordelen en kunnen zien of iemand een spelmaker is of niet. En kijken of een spits zijn kansen goed realiseert. Dan wel niet. Ja, en focussen jullie daarbij vooral op het verzamelen van die data of op het analyseren? Nee, dus wij focussen ons echt voornamelijk. Dus we hebben een aantal bedrijfstakken. We hebben één bedrijfstak die zich focust op het verzamelen van data. Ball James, daar zal ik zo meteen waarschijnlijk wat meer over vertellen. Maar de core en waar ik in werk. Waar het ook mee begonnen is, toch? Waar het mee begonnen is, inderdaad. Ja, want je koopt gewoon datasets in van jullie klanten, hebben ze gewoon, weet je. Als Ajax beeld. Ja, we hebben een datapartner, Wisecout. Daarmee, die hebben gewoon een goede dataset waar wij gebruik van maken. Ja. En clubs hebben ze vaak zelf. Precies. Dus stel dat clubs hebben datasets waar wij gebruik van kunnen maken, dan kunnen we die datasets in principe ook analyseren. Dat doen we niet heel vaak, maar dat is wel mogelijk. Want de club die zit. Ja, ik kom toevallig Amsthalve nog wel eens bij Ajax op de toekomst. Weet je, hebben ze zo'n emotio-systeem draaien. Dus alle XYZ-data van al die spelers worden... Ja, we zijn heel geïnteresseerd in die data. Hartslag tot en met alles wat ze doen. Gecombineerd met video-analyse. Ja, we zijn ontzettend geïnteresseerd in die data. Ja. En zodra we die data krijgen, kunnen we daar hele mooie dingen uitrekenen. Ja, maar jullie komen echt uit die analyse van die data. Ja, we komen echt uit de scoutingswereld. Dus wat we willen doen is, we willen beslissingsnemers binnen de voetbalclub, die dus gaan beslissen welke nieuwe speler er wordt aangetrokken, die willen we van juist advies voorzien. En dan heb je dus te maken met data buiten je eigen club. En moet je dus ook in onbekende landen gaan kijken, zoals Servië of Noorwegen. Of competities waar de scouts van de club wellicht nog nooit zijn geweest. En dan hebben we dus te maken met datasets die niet van binnenuit de club komen. En daar zit je dus ook met het voorbeeld wat Roland noemt. Dan zou je kunnen zeggen dat het hoogwaardige data, hè? Want dat is veel, op zijn minst. Hè? Maar jullie willen eigenlijk op zoek naar die groeidiamanten, zeg maar. Die ruwe diamanten die een ander niet nog heeft ontdekt. Maar hoe zijn daar data van dan? Ja, in heel veel gevallen natuurlijk. Als een speler gewoon niet speelt in competities die wij in kaart hebben, dan kunnen we daar geen beoordeling voor hebben. En dan kunnen we niet zien dat het een talent is. Maar vaak zie je dat echt talentvolle spelers wel in een competitie spelen. In ieder geval speelminuten maken en al dat heel wordt snel. Ook bijgehouden. Ja, dat jawel, wordt maar dat kan, ja, goed, wat maar... ik al een mooi voorbeeld vond, dat is niet zo heel lang geleden, het haalde alle kranten. Dat de transfer van Virgil van Dijk, de best betaalde Nederlandse voetballer ooit. Daar hebben jullie in samenwerking met de NRC zo'n mooi artikel. Waarbij jullie gaan. Dat was Depay, dat artikel. Nee, Virgil van Dijk. Okay. Daar werden jullie ook aangehaald. Okay, collega van jou.
die op een rijtje zetten waarom hij zoveel geld waard is. En weet je, op een aantal key categorieën wat hij als verdediger brengt. Dus bijvoorbeeld hoeveel fouten heeft hij gemaakt waar direct een doelpunt van de tegenstander uit volgde. Nou, dus dat is hem nog nooit overkomen het afgelopen seizoen. Nee, maar dat heb je natuurlijk niet bij een talent in de derde divisie. Nee, maar goed, weet je, zij worden juist natuurlijk ook wel heel veel gebruikt door die profclubs die zoeken naar de beste talenten op die positie. Waarbij de statistieken natuurlijk heel leidend zijn geworden de afgelopen jaren. Ja, dus wat je ziet inderdaad is dat in de voetbalwereld werd vroeger vooral gebruik gemaakt van kennis en ervaring en dus je eigen netwerk. En nu worden beslissingen dus daadwerkelijk onderbouwd met data en informatie die uit die data wordt gehaald. Zoals je in dit geval omschrijft. Ja, en wat zijn jullie... over je collega Stefan Huiskes. Stefan Huiskes, ja. Ja, die werd in NRC. En dan hadden ze op weet je, allerlei categorieën. Balveroveringen per 90 minuten, intercepties per 90 minuten, luchtduels, gewonnen luchtduels, allemaal van die categorieën. En dan blijkt hij gewoon van zijn concurrenten voor die transfer, blijkt hij ook gewoon echt op de statistieken het beste te zijn. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat artikel... Nee, ik vond het heel gaaf namelijk. Op een manier gemist. Ik denk voor de leek, die snapt dan opeens van, hey, verrek, dat is wel hele waardevolle informatie natuurlijk. Ja, dit soort dingen rekenen wij uit en hiermee kunnen we een speler veel beter karakteriseren dan... Ja, iemand die hem 2 of 3 keer heeft zien spelen. Of zelfs iemand die hem constant ziet spelen. Maar zulke finesses mist die wij wel uit de data kunnen halen. Ja. Hey, een van de momenten dat dit echt belangrijk werd in de sport... was toen het boek Moneyball, Michael Lewis. Daar later een film van gemaakt, de Amerikaan in Amerika, Hongbal... Waarbij een coach met weinig geld, een prachtige film voor wie van sporten en data houdt, ja. Die ging zeggen, nou, de scouting daarvoor gebeurde altijd door mannen die langs de velden liepen en die zeiden, nou, hij is goed. En dan vroeg je, ja, waarom vind je hem dan goed? Ja, hij is gewoon goed. En dan was er één coach en die ging echt op statistieken zijn spelers selecteren en die won of die kwam vervolgens heel ver. In de competities. Was dat voor jullie ook een inspiratie? Ja, zeker. Zeg maar, Moneyball is een van de grootste inspiraties geweest. Ja? Ja. Het initiële doel, of een van de initiële doelen was om het spel Voetbalmanager, waarin je dus spelers met behulp van data en gegevens kunt zoeken en scouten, om op dezelfde manier dat te introduceren in de echte voetbalwereld. En ja, dat is wel een heel inspirerend verhaal van Moneyball. Dat is gebaseerd op het veld Sabermetrics. En dat is uitgevonden door Bill James. En daar is ons dataverzamelplatform naar vernoemd, Ball James. Ja. Dus dan, ja, Bill James, maar dan in het voetbal proberen we zijn filosofie achterna te gaan. Nou, mooi bruggetje. Want, ja, want je hebt al een beetje verteld over die analyse, daar zouden we ook nog veel meer van weten. Maar jullie zitten inmiddels ook in het verzamelen van die data. Dus, vertel daar eens wat over. Ja, wat we dus zagen is dat voor veel spelers heb je weinig data voor de hogere segmenten spelers. Heb je veel meer data, maar die data is heel beperkt door wat er met de bal gebeurt. Dus je weet bijvoorbeeld als een paas wordt gegeven van waar naar waar, door wie en na wie. Maar je weet niet de positie van alle andere spelers op het veld op dat moment. En soms is als een schot wordt gelost door een voetbalspeler, is het heel belangrijk of het een 1-op-1 actie was. Of dat er 4 verdedigers tussen stonden die zijn gezichtsveld blokkeren en daarom het schot eigenlijk veel moeilijker maken. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat de context heel erg belangrijk is. En die wordt nu niet meegenomen in de huidige data die handmatig verzameld wordt. En daarom, net zoals heel veel andere partijen, zagen wij het nut in om een systeem te maken dat de positie van alle spelers in kaart brengt. En daaruit eigenlijk vervolgens weer data kan genereren zoals die nu ook wordt gebruikt. Maar de kern van het idee is om met videocamera's... wij hebben zelf een systeem met 14 videocamera's rondom een voetbalveld. De positie en de 3D-oriëntatie van een voetbalspeler te achterhalen tijdens een voetbalwedstrijd. En dan heb je het echt over X, Y, Z-data, ja, 3D. 3D-data, ja. Ik weet dat bij veel clubs gebruiken ze daar sensoren voor. De spelers die spelen met hesjes en dat wordt getrackt. Ja. Jullie doen het met camera's. Dus, nou, hoe werkt dat dan? Ja, we hebben overwogen om het inderdaad met sensoren te doen. Dat noemen we zeg maar, een soort van interne hardware. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het met externe hardware te doen. Dus met camera's die filmen wat er op het veld gebeurt.
Als je het met sensoren doet, is het nadeel dat je meestal maar één punt hebt, of de punten waar je sensor aanbrengt. En je hebt de bal niet direct, of je moet een sensor in de bal verwerken. Wat door FIFA wellicht niet helemaal goed bevonden wordt. En daarnaast heb je de tegenstander niet, behalve als je daar hele goede afspraken over maakt. En al die problemen vang je af als je het met video doet. En door met ons systeem film je vanaf 14 posities rondom het voetbalveld. En zorg je ervoor dat je elke plek op het voetbalveld minimaal door 3 camera's goed in beeld hebt. En rondom de 16, het allerbelangrijkste punt op het veld, hebben we 5 camera's die na de 16 staan en zo alles in kaart brengen. En het idee is dat de beelden van de camera's allemaal op zich een soort van vanuit één oriëntatie kijken. En de spelers met machine vision en algoritmes die beeld vertalen naar informatie. Dat passen toe op de beelden en halen daaruit de positie van de spelers. Ja, dus dat is best een heel complex proces. Het lijkt me niet voor iedere club weggelegd. Want dit is ook echt wel iets wat pas een paar jaar kan. Hè? Je hebt er heel veel rekencapaciteit. Ja, dus wat je merkte in het veld waar we dus naar kijken, is dat computers iets maken van video of van foto's zelfs. Ja. Had je heel lang... beeldherkenning. Het paradigma dat je het gebruik moet maken van... Beeldherkenning, gebruik moet maken van door mensen bedachte algoritmes. Ja. En wat je dus merkt, is dat het hele veld langzamerhand wordt opgeslokt. Of ja, ik weet niet of dat eerlijk is om te zeggen, maar je merkt dat machine learning en deep learning gewoon veel beter werkt dan alles wat mensen kunnen bedenken. Aangezien dat in de laatste paar jaren zo is opgekomen. Ja, nou zijn dat ontzettende modewoorden ook geworden. Ja, natuurlijk. Iedereen claimt dat ze met machine learning en deep learning bezig zijn. Zou jij dat voor ons nog eens kunnen definiëren? Wat versta je daar dan onder? Leg dat eens uit aan een leek. Ik zie het als volgt. Ik zie het alsof je iets hebt wat je kunt zien. En dat wil mappen naar iets tastbaars of iets wat je interessant vindt. En in dit geval kan het een foto zijn van een kat. En je wil dat eigenlijk mappen naar het woord kat. Dus dat je weet dat het een kat is. Ja. En dat is een heel moeilijk probleem. Want wat voor data heb je nou eigenlijk? Want voor ons is het eigenlijk heel simpel. Ja, het is een foto van een kat. Je hebt pixels, je hebt kleuren. Maar je hebt pixels met waarde tussen 0 en 255. Ja. Dat 3 keer. Ja. En dat waarschijnlijk, als je nu naar HD-camera's kijkt, 1000 keer. Heel veel data. En dat is dus een heel complex probleem. Want je zit in een ruimte van 255 tot de macht 3 tot de macht 1000 of zo. Dus echt niet te bevatten wat daar allemaal gebeurt. Als je dat numeriek allemaal zou moeten doorpluizen. Ja. En je wil dat mappen op iets heel simpels. Op een 1 of een 0. Is het wel een kat of is het niet een kat? Ja. En dus met machine learning. Door heel veel van die samples van jouw complexe ruimte. Dus die foto. Te gebruiken als trainingsset. En die te labelen op met die ga je helpen en zeggen wat je hier ziet, dat is dat. Je gaat hem trainen. Je gaat hem zeggen. Wat hier staat een kat op. Hier staat een kat op. Kun je bijvoorbeeld zeggen, je kunt zeggen, ten eerste, er staat een dier op en het dier is een kat. Dus er zijn verschillende manieren om het te doen. En dat algoritme zal langzamerhand van deze ruimte, van die hele complexe ruimte, iets minder complex maken. Of misschien iets nog meer complex. Wat maar die gaat patronen herkennen. Die gaat patronen herkennen en langzamerhand gaat het een functie maken van jouw hele complexe ruimte naar jouw de ruimte die je graag wil beschrijven. In ons geval zijn het dus 14 camera's waarvan de beelden gecombineerd worden en mappen naar een iets simpelere ruimte waarin je de skeletten hebt van alle spelers op het voetbalveld. Ja, nou, dat is natuurlijk waanzinnig complex. Want je zei net al, een foto is tegenwoordig al, een paar duizend pixels. Video is 25 foto's per seconde. Ja. En dan heb je nog 14 camera's. En al die informatie ga je simultaan verwerken. Het eerste systeem wat we hebben opgehangen was bij Heracles Almelo. En wat we eerst dachten is, 14 camera's, al die beelden. Kom erop, 12 kamer per stuk. Ja. Waar we op een gegeven moment op neerkwam was volgens mij 100 megabyte per seconde per camera. En dat kwam neer op iets van 10 terabyte per wedstrijd. En dat is wel echt een probleem, laat ik het zo zeggen. Een groot probleem. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld in de Eredivisie heb je op het eind van het speelseizoen volgens mij 9 wedstrijden tegelijk.
Ja. Wacht, het laatste twee rondes. Laatste twee rondes, inderdaad. Ja. En dus dan, stel we zouden het systeem ophangen in de Eredivisie, zouden we al die wedstrijden tegelijk moeten verwerken. Nou, dat is gewoon kansloos. Gewoon kansloos. Ja. Dus we hebben nu een methode gevonden om het, de hoeveelheid data te comprimeren tot 30 gigabyte per wedstrijd. En dat is eigenlijk best wel goed te overzien. Dat is, nou, dat is niet langzaam, maar... Ja, nu begreep ik wat je zei aan het begin nog prima. Dat je zegt, ja, vanuit scouting-overwegingen is het heel fijn om van zoveel mogelijk spelers... En jullie hebben geloof ik een database waar inmiddels 100.000 spelers in zitten. 100.000 spelers hebben we goed om daar zoveel mogelijk van te weten. Maar waarom zou Heracles nou elke wedstrijd met jullie systeem op deze manier willen analyseren? Nou, dus is, hoe ik het zie, is het product waarbij 100.000... spelers zijn, dat is exploratief, dat is, je hoeft niet de diepte in te gaan, je moet gewoon een soort van de juiste richting opgeduwd worden. Je bent op zoek naar een nieuwe spits, die moet voldoen aan bepaalde eisen. Kom eens, dan is de vraag die aan ons wordt gesteld, kun je met 10 goede alternatieven komen? Snap ik, maar wat is de use case voor Heracles? En voor Heracles is het dan met dit systeem, om veel dieper in te gaan op de huidige kwaliteit van je eigen spelers en de tekortkomingen en eigenlijk krachten die ze hebben en daar specifiek aan te gaan werken. Dus echt op een veel meer, veel diepere manier bezig gaan met je eigen team. Maar geeft die praktijk dan eens? Want welke vraag stelt de trainer dan bijvoorbeeld aan jullie of aan het systeem? Dat is een hele simpele vraag die wij kunnen beantwoorden als we de positie van alle spelers hebben. Is staat jouw verdediging op één lijn? Dat is gewoon een hele simpele vraag. En ten eerste moet je dat goed definiëren. Wat bedoel je met één lijn? Want ze staan nooit precies op één lijn. Nee, als die zo in de lijn staat of zo in de lijn. Die lijn kan op alle manieren. Je kunt druk zetten, definiëren. En kijken of je spelers dat ook daadwerkelijk goed doen. En of ze dat misschien op een andere manier zouden moeten doen. Je kunt afstanden tussen spelers meten. Is het kluitjesvoetbal of niet, zeg maar? Er zijn natuurlijk ontzettende... je noemt een mooi voorbeeld. Kijk, een trainer die roept van ja, we gaan druk zetten. Dus die staat schreeuwen, druk zetten. Maar wat is dat eigenlijk? Ja. Weet je? En hoe kun je dan beoordelen of ze dat inderdaad doen? Achteraf. Weet je? Dat is best ingewikkeld. En dan moet je dus gaan ontleden waarvan elke voetbalcoach of speler eigenlijk best weet wat ermee bedoeld wordt. Hoe je dat kunt meten. Ja, dus wiskundig kun je het uit gaan leggen als een... Ja, dat is een rare manier, maar je kunt een Voronoi-tessellatie maken van de punten op het veld. En kijken wie meer oppervlakte bezet. Ja. Maar voetballend zou dit nooit werken, deze definitie. Ja. Voetballend is het, gaan jouw spelers richting de bal? Zou je dus door Hoeveel tijd geef je iemand om een bal aan te nemen? Ja, dus dat is druk zetten. Wat je zou kunnen doen, is je zou een trainer een aantal goede voorbeelden van druk kunnen geven. Ja. Een aantal slechte voorbeelden van druk zetten kunnen geven. En dus een machine learning algoritme laten trainen. Om vervolgens die patronen die in het eerste geval wel druk zetten definiëren. En in het tweede geval niet druk zetten definiëren. Om die te gaan herkennen. Ja. En dat is uiteindelijk ook de richting waar we naartoe willen met het systeem. Dat, dat een trainer met de data eigenlijk zijn eigen patronen kan leren aan het systeem en die kan leren herkennen of juist kan zien dat ze niet plaatsvinden. Nee, er zijn de trainers in het topvoetbal die gruwelen hiervan. Die vinden dit echt totale onzin, die heb je ook nog steeds. En er zijn echt de voorvechters van de bijna wetenschappelijke benadering. Louis van Gaal liep enorm voorop in zijn tijd. Was een van de eerste die... in het voetbal natuurlijk echt met videoanalyse ging werken en dat ging gebruiken. Hoe zie jij die ontwikkeling op dit moment? Ik denk dat iedereen uiteindelijk langzamerhand overschakelt zodra het nutten van wordt gezien. Zeg maar, als je kijkt in honkbal, doet niemand nu anders. Ik bedoel, en Moneyball is daar de aanleiding voor geweest. En ik denk dat de grote moeilijkheid tussen, als je vergelijkt honkbal met voetbal, dus bij honkbal is het redelijk een discreet spel. Je hebt iemand gooit, iemand slaat, ze gaan lopen. Iemand gooit, iemand slaat, ze gaan lopen. Het is de hele tijd dezelfde iteratie. Je kunt het wiskundig best wel mooi modelleren als een simpel proces. Maar als je gaat kijken naar voetbal, het is veel complexer. Je hebt mensen die rondlopen, je hebt situaties die nog nooit eerder zijn voorgekomen. Je hebt een veel complexere eigenlijk toestand. En per wedstrijd wordt er misschien 3 keer gescoord, gemiddeld. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er veel meer kans en veel meer onzekerheid bij voetbal meespeelt. En daarom... De invloeden van data-analyse of zelfs video-analyse vroeger,
dat die marginaal zijn, maar op lange termijn zeker merkbaar. En ja, pas als zo'n systeem zich bewezen heeft, zullen die trainers die jij omschrijft zich ook daadwerkelijk aansluiten. En dat zien we ook steeds meer in de markt, dat veel clubs die eerst heel erg sceptisch waren, langzamerhand nu het een kans geven en ook zien dat, ja, dat het systeem in heel veel gevallen gewoon met ze meedenkt en ze meehelpt om een betere beslissing te maken. Ja, nou is wat jullie doen ook gebaseerd op het van elke speler op ieder moment vastleggen van die X, Y, Z-data. Waar ben je exact op het veld? Heel nauwkeurig. Er zijn natuurlijk een aantal andere partijen die dat ook doen, soms met andere technieken. Wat ik een hele leuke toepassing vond, die heb jij volgens mij ook gezien. Triple IT had op een gegeven moment een toepassing gemaakt in een Oculus Rift, een virtual reality bril. Waarbij je op basis van die data en een geanimeerde voetbalomgeving je eigenlijk door dat veld je kon bewegen en dus je vanuit verschillende perspectieven een bepaalde spelsituatie kon bekijken. Ik vond dat fascinerend, omdat je daarmee bijvoorbeeld onderling tussen spelers, dus een speler die zegt, ja, waarom paas je niet naar mij? En dan zegt die ander, ja, ik zag je helemaal niet. En dan denkt die ander, wat een lul, je ziet me toch? Terwijl als je het dan terug zou kunnen kijken vanuit het perspectief van die speler, dan zie je dat zijn zichtlijn inderdaad geblokkeerd is, omdat er twee verdedigers tussen staan. Het is eigenlijk heel grappig, want dit is ook hoe wij op dit idee kwamen om Bot James te gaan doen in de huidige vorm. We hadden een voorbeelddataset van een bedrijf dat met sensoren meet. En we hadden met Archer Vision, dat is eigenlijk een architectuurbedrijf, een VR-oplossing ontworpen die ongeveer doet wat je zegt. Ja. Alleen toen we de data inladen, zag je spelers vliegen en dat lucht, en ja, en keepers die hele tijd zo die hele naar achter naar voren liepen. En het was heel raar. En we dachten op een gegeven moment, ja, die data, die alleen een XY-positie is niet goed. We moeten echt een skelet van een speler, dus echt een oriëntatie. Welke kant kijkt hij op en welke kant beweegt hij op? En ja, dit is inderdaad een hele goede toepassing die je noemt. Als je de 3D oriëntatiedata inlaat in een 3D-omgeving en daar een VR oplossing op loslaat, dan is dit inderdaad precies wat je doet. Je kunt een voetbalwedstrijd vanuit elke eigenlijk oriëntatie, vanuit elke positie opnieuw bekijken en beleven. En dat is ook dus van de ene kant voor tactische analyse heel relevant. Van de andere kant natuurlijk ook voor mediatoepassing. Dat als jij als consument van een voetbalwedstrijd graag vanaf de positie wil kijken van de keeper, nou, dan is dat ook mogelijk. En of als je wil kijken vanaf boven het veld. Dat is natuurlijk heel gaaf. Het professioneel voetbal is natuurlijk een enorme grote wereld waar heel veel geld in omgaat, waardoor er heel veel mensen bovenop duiken. Het is een soort grote pot met honing waar iedereen denkt geld aan te kunnen verdienen. Dan komt er een partijtje uit Enschede die denkt, nou, wij gaan hier eens eventjes in dat professionele voetbal iets nieuws doen. Wat onderscheidt jullie van de rest van de wereld? Want iedereen zit hierop. En jullie doen het volgens mij hartstikke goed. Jullie toch? Ja, jullie groeien hard? Ja. We groeien zeker hard. En ja, kijk, het verbaast mij soms ook nog steeds dat niet andere partijen op dezelfde insteken. Of zo. Er zijn partijen die hetzelfde doen, maar toch, ja, toch is het iets anders. Wij zijn op een manier, denk ik, altijd heel erg bij onszelf gebleven. Wij doen op een hele wiskundige, op een hele theoretische manier, gaan we om met de data. En we weten waar onze krachten liggen. En we proberen, we proberen daar het meest op te focussen. Op de wiskunde, op onze. Ja. Is dat ook jullie achtergrond? Jullie komen uit. Dus mijn achtergrond is wiskunde. Twente? Heb ik in Twente. Ja, Technische Universiteit allemaal. Ja, Applied Mathematics heb ik daar een bachelor en master afgerond. En Giels, dus de co-founder, zijn achtergrond is in technische bedrijfskunde. Dus dat is een studie waarbij je veel meer wordt geconfronteerd met de methodes. Maar niet de echte theorie, de wiskunde erachter. In sommige, een beetje. Maar vooral op de toepassing binnen de bedrijfswereld. En eigenlijk toen hij zijn stage deed bij FC Twente, zag hij hoe het eraan toe ging en hoeveel winst er te behalen viel puur door een aantal slimme algoritmes te implementeren. Dat is altijd onze insteek geweest. Die stage is eigenlijk een soort van toevallig. Giels en ik woonden op hetzelfde centenhuis. Ja? We deden best wel veel dingen samen. Dezelfde vriendengroep, zeg maar, een dispuut en dezelfde centenvereniging. En hij deed daar die stage. We gingen toevallig ook nog eens samen naar het
EK in Polen en Oekraïne om het Nederlands elftal aan te moedigen. Niet heel succesvol, maar En daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dit een hele interessante case is voor ons om samen aan te gaan werken. Want hij miste dat hij de theoretische diepgang niet altijd had. En ik zou zelf nooit op het idee zijn gekomen om dit in de voetbalwereld toe te gaan passen. Je bent nu dus heel erg met die praktijk bezig. Maar hoe blijf jij jezelf scholen? Want die ontwikkelingen gaan natuurlijk ook ontzettend hard. Ja, voor mezelf heb ik gewoon gezegd, ik heb enig in de week dat ik volledig toebedeel aan zelfontwikkeling, bijblijven met nieuwe technologieën. Gewoon echt boeken lezen die ervoor zorgen dat ik niet achterblijf op wiskundige technologie. Ja. Want ik merk ook gewoon dat er wordt zoveel gepubliceerd en er zijn zoveel interessante onderzoeken. Je moet jezelf blijven verbeteren. Het gaat echt anders, heel hard, anders blijf je echt achter. Ja. Het valt me altijd op, wij kennen Werner Vogels, de CTO van Amazon, vrij goed omdat we hem elk jaar wel een keer interviewen voor ons programma. En het valt me op als je hem volgt op Facebook, dat hij heel regelmatig vertelt dat hij een of ander boek aan het lezen is over een of ander heel fundamenteel natuurkundig onderzoek of zo. Want dat zit ik nou wel eens te googelen, wat is hij nou in godsnaam weer aan het lezen? Ja. Dus ik vind dat wel, want hij doet dat dus ook. Ik denk, dat heb je dus blijkbaar wel echt nodig, hè, om bij te blijven. Het is geen kunstje als je dat eenmaal kunt. Ja, nou, ik leer elke dag weer nieuwe dingen. En het is echt, zelfs dingen die ik dan een tijdje terug heb gelezen, denk ik soms ook van, hoe zit het dan ook alweer? En hoe kan ik dit misschien nu gaan toepassen? Net nog dat gesprek over veilingen, dat is inderdaad een hele mooie theorie om toe te gaan passen binnen de voetbalwereld. Dus daar gaan we morgen even Dan zit je ook gelijk te denken van, hey, wat kan ik ermee? Dat is echt een heel interessant idee, denk ik. Ja. Ja. Dus ik denk dat er gewoon heel veel kennis is en je moet niet onderschatten hoe snel de academische wereld zich ontwikkelt. En ik vind het zelf heel bizar hoe langzaam dat overcijpelt naar de... Dat is het, hè? Toch, want we hebben hier namelijk ook wel voorbeelden van start-ups gehad die... In de academische wereld wordt heel veel ontwikkeld, waar eigenlijk ook weer weinig mee gebeurt. En we hebben hier Cordify, dat komt voor mij ook uit jullie regionen vandaan. Die zeiden van, wat zij doen is eigenlijk muziek herkennen. Dus je leest een liedje in en dan komt in beeld welke akkoorden je moet spelen. Die technologie die was eigenlijk al ontwikkeld gewoon in de universitaire wereld, in de academische wereld. Alleen in de academische wereld gebeurt er heel vaak niet veel met de techniek die er voorhanden is. Zeg maar. Je merkt echt dat de algoritmes die jaren terug zijn ontwikkeld, die worden soms gewoon helemaal door het bedrijfsleven over het hoofd gezien, puur omdat zij een bepaalde gouden standaard hebben en die niet zomaar willen loslaten. Omdat ze bang zijn dat de rest van hun systemen dan ineenstort. En dan doen ze het liever een beetje fout dan dat ze het risico nemen om het helemaal radicaal anders aan te pakken. Nou ja, wat ik daarvan geleerd heb eigenlijk, ik kan dat natuurlijk zelf niet, maar dat ik wel dacht van dat is wel zo'n voorbeeld. Je moet daar nog beter naar kijken, want sommige mensen hebben namelijk geen interesse om een bedrijf te maken van wat ze, want ze zijn wetenschappers. Ja, dat merk ik ook heel vaak bij wetenschappers. Die willen gewoon iets maken wat nieuw is, iets wat innovatief is. Ja, dan heb je iets aangetoond en dan ben je al klaar. Ben klaar. Dan denk je, ik heb nu dit aangetoond. Nou prima, gepubliceerd, klaar. Ja, ik denk dat wel dat bij onderzoeken heel erg verschillend is. Ik vind het zelf lastig in te schatten. Ja, nee, zeker. Maar zo denk ik wel dat de kansen blijven liggen. Zeg maar. Ja. Hey, geef eens even nog een beeld van de omvang van jullie bedrijf en hoe hard het gegaan is. Ik weet dat jullie ongeveer een jaar geleden nog een kleine 2 miljoen euro investeringsgeld hebben opgehaald. Waar staan jullie qua omzet, aantal personeelsleden, dat soort dingen? Twee kantoren, eentje in Enschede, eentje in Amersfoort. Ja. In Enschede zit vooral Ball James team, management, sales. En in Amersfoort komen nu steeds meer mensen. Daar zit het voetbaldata-analyse, wiskundig modelleren gedeelte. En in totaal van 36 FTE. We hebben... veel voetbalclubs als klanten. We hebben nu een platform waar al die clubs gebruik van kunnen maken 2 weken om het te testen, om echt te zien wat onze services zijn. Ja, dan kun je echt jullie database gaan gebruiken. Dus een interface op de database. Zien wat er gebeurt. We merken dat heel goed werkt, omdat ze dan echt helemaal vrij worden gelaten in hun eigen keuzes en hun eigen expertise kunnen benchmarken tegen ons systeem.
en echt tot hele goede inzichten komen, die alleen maar door een database bijgehouden kunnen worden. Omdat er gewoon zoveel spelers zijn, dat kun je nooit in je hoofd allemaal bijhouden. Dat is gewoon te veel. Ik kan me voorstellen dat zo'n investering in Ball James, dat 3D gebeuren wat jij net vertelde, dat het een hoop geld kost. Ja. Draaien jullie zwaar verlies, verbrand je veel geld? Ja, dus Ball James is echt een onderzoeksproject en dat kost gewoon geld. Ja, ja. Dus, maar jullie verbranden nog wel geld? Ja. Dat is een goed overleg met alle partijen. Tuurlijk, dat is een keuze. Het is heel lastig inschatten wat daarmee gebeurt op lange termijn. Ik zit zelf niet is op de financiële... Het is ook jouw ding niet, hè? Jij bent de technoot, duidelijkheid. Ik krijg die mail soms wel mee en ik lees het allemaal wat door. Van de andere kant denk ik ook, des te meer ik me daar druk om ga maken, dus des minder tijd ik heb om nieuwe dingen te ontwikkelen, nieuwe business cases achterna te gaan binnen de research. Wat mij wel altijd intrigeert is hoe je mensen zoals jij, hè, die de technische oplossingen kunnen verzinnen, hoe hou jij contact met die klantvraag? Want weet je, dat bepaalt uiteindelijk het succes van jullie bedrijf. Dat je dingen maakt waar mensen ook voor willen betalen. We hadden het in het vorige gesprek over waardebepaling. Dus waarschijnlijk was dat ook de klik. Hoe doe je dat? Dus op dit moment, wat we gewoon heel erg proberen te doen, is vragen vanuit de klant direct met een product owner te vertalen naar eigenlijk vereisten van ons product. Initieel hadden we het idee, we hebben data, maak iets moois en ga dat verkopen. En nu is het meer, we hebben een basis en we gaan nu naar de klant om hun vraag in kaart te brengen. En dat te vertalen naar eigenlijk stories waaraan onze developers moeten gaan werken. En die de data moet gaan beantwoorden. Dat is in het kort hoe ik... Hey, wat is jouw droom? Als je denkt, waar wil je over een paar jaar staan? Dus met SciSports is echt de droom om in 2022, volgens mij is dat WK in Tokio. Dat is dat WK dat over heel Europa is. Ja. En toen heeft Tokio... Dat is 20? 20 is nee, 22. Het, nee, 20 is, 20 is, 20 is, ja, is het EK door Europa. 22 is het WK in Qatar. Precies. 22 in Qatar, maar Tokio heeft in ieder geval toegezegd ze dat WK willen uitzenden in 3D, in hologrammen, in hun eigen stadions. En daarvan willen wij de data leveren. Dus als dat lukt, dan is Ball James helemaal geslaagd. Dat zou echt perfect zijn. Ja. Nou, volgens mij weten we wie we rond het WK van 2022 moeten uitnodigen. Ja. Hey, gaaf. Ja, mooi. Ja, interessant. Dankjewel. Heb jij nog vragen aan ons? Nee, niet. Dat kan ook. Nee, bedankt. Oké, heel erg bedankt jij. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de biersponsor Bier & Co. Het bedrijf dat zorgt voor de hosting van de website PQR. Jetstream uit Groningen voor de livestream. En Freedom Lab uit Amsterdam. Van waaruit wij uitzenden. We zijn er iedere dinsdag, dus volgende week ook weer. Dag. Mm-hmm.